figuren en de oppervlakte. We zien hier een kartonnen projector. Je kunt dat dus zelf volledig ineen gaan plooien. En je steekt daar van achter je smartphone in. En die gaat dus het beeld van je smartphone via deze lens gaan uitvergroten op een muur. Bestaat dus echt, hè? Ik heb er zelf zo eentje thuis liggen. Nu, wat gaan we moeten doen? We gaan de gelijkvormigheidsfactor moeten berekenen. Dus met die projector gaan we dus het scherm van onze smartphone, dat een bepaalde afmeting heeft, projecteren op de muur en dan lift zodat dat groter is. Nu, het scherm van onze smartphone is 56 mm op 100 mm. En dat schermpje wordt vergroot naar iets van 3,5 vierkante meter. Ja, wat toch vrij groot is. Nu, we gaan dus werken met oppervlaktes. Ja, we gaan op basis van de oppervlakte gaan we proberen de gelijkvormigheidsfactor te berekenen. Nu, we hebben geleerd dat het verband tussen de oppervlakte van twee gelijkvormige figuren, want die zijn gelijkvormig, want de vorm blijft hetzelfde als je gewoon iets gaat vergroten of verkleinen, dat dat k-kwadraat is. Dus wat ga ik eerst moeten berekenen? Dat is de oppervlakte van mijn scherm van mijn smartphone. We noemen dat de oppervlakte van het origineel. Dat is een rechthoek, dus we doen een lengte maal breedte, dan doe je het 56 maal 100 millimeter. Dan krijg je dus 5600 vierkante millimeter. En als we dat gaan omzetten naar vierkante meter, waarom doe ik dat nu? Omdat dus mijn gegeven ook in vierkante meter staat. Dan krijgen we dus dat de oppervlakte van het scherm van mijn smartphone eigenlijk maar 0,0056 vierkante meter is. Nu, goed, we gaan dat gebruiken dus voor mijn k-kwadraat te berekenen. Want k-kwadraat is de oppervlakte van mijn beeld ten opzichte van de oppervlakte van mijn origineel. Dus 3,5 vierkante meter op die 0,0056 vierkante meter. Dat wil dus zeggen dat k-kwadraat 625 is. Als k-kwadraat 625 is, dan is k de vierkantwortel daarvan, of 25. Okay. Dus dat is onze gelijkvormigheidsfactor. Wat wil dat nu eigenlijk juist zeggen? Kijk, hier zien we die projector in actie. We hebben de hoogte bijvoorbeeld van het schermpje van onze smartphone. Die zit hier nu wel in dat toestelletje. Ja. Als onze gelijkvormigheidsfactor 25 is, dan wil dat zeggen dat die oppervlakte 25 keer vergroot wordt. Ja. Wat wil die k-kwadraat zeggen? Dat wil zeggen dat de oppervlakte van ons scherm, de oppervlakte, hoe groot dat scherm juist is, ja, dat kan daar 625 keer in. Ja, dus 625 keer kan mijn klein schermpje daarin. Nu, voor al diegenen die dan nu denken van wauw, fantastisch, zoiets wil ik ook hebben, ik ga je een klein beetje moeten teleurstellen. Deze afmetingen worden 25 keer vergroot in mijn oefening hier, maar in het echt wordt het maar 8 keer vergroot. Ja. Plus, uw kamer moet heel erg donker zijn om toch nog een klein beetje een deftig effect te hebben. Desalniettemin, zeer plezant.